Yo mensen, vandaag mooi dagje. We hadden de winnaar in ons team, Vokkelij. Ik had er al geen ritje ging winnen, dus wel mooi. Het hadden ze vroeg doet. Ja, leuk, leuke naam. Blij dat we een etappe, allee, niet echt de plek hebben gewonnen hier, maar we gewoon een etappe gewonnen hebben op etappe 2. Bracht de totaal van ons team etappe winnaars op 1. Dan hebben we nog Maxime van Gils, 8 puntjes. Dat is wel bij de groep achter, Poggi en ja, Rogelis is er wel bij, maar hij heeft niet meegesprint. Brent van Moer, spijtig dat hij net niet de aanzetting met de kopgroep kon maken. Anders kon hij zeker ook wel winnen. Of toch op zijn minst een top 3 plekje. En dan, ja, Bernal was ook wel bij. Poggi goed gereden. Maar uiteindelijk op het einde de beentjes stilgehouden. Plekje 9406 van de speeldag. 11462 in het algemeen. Dan gaan we door naar morgen, waar we Arno Lutero, de stier van de Lescherij. Als kopman hebben we dan nog Van Gils, Sobrero, Van Moer, Vokkelij, Aramburu, Mats Pedersen, Harm van Hoeken, Santiago Buitrago, Alexander Christophe, Sammy Bennett en Tadej Pogačar hebben de bus bestaat uit Alberto Bettiol, Primoz Roglic, Tommy Pidcock en Egan Bernal. Morgen kans voor de sprinters, eindelijk. Ik ben altijd wel fan van massa sprints, ik vind dat leuk om naar te kijken. Dus joejoe, bye bye, ciao, tot de volgende.